Gorrit-Jan, we zijn bij het UMC in Utrecht. En wel met een hele bijzondere reden, want je hebt iets in je hand, hè? Wat heb je? Ja, wij hebben als Stichting ALS Nederland iets waanzinnigs moois gekregen van de Nationale Postcode Loterij. Het is heel mooi iets te krijgen, maar het is nog mooier om iets weg te geven. En wij zijn hier als verrassing bij het ALS-centrum in het UMC Utrecht aanwezig om Leonard van den Berg als professor en Michiel Scheren als patiënt deze mooie cheque te mogen overhandigen. Dus zullen we maar naar binnen gaan dan? Kom mee. Ja. Jan, we zijn inmiddels diep het UMC ingelopen en we staan voor een lab. Laten we naar binnen gaan. Ja, een laboratorium is voor mensen die daar geen verstand hebben, waarvan ik er één ben, wel heel, heel mooi. Mm-hmm. Want wij weten natuurlijk dat hier heel veel onderzoek gedaan wordt. En er wordt wel eens verteld over wat ze dan doen. Nou, dan doe je je best om het te begrijpen. Ja. Maar wat helemaal mooi is om af en toe dingen te zien, dan ben je echt wel heel erg onder de indruk. Ik sta hier in een heel bijzonder gezelschap. Want Michiel en Leonard, wij zijn ongelooflijk blij en gelukkig dat wij ondersteund worden door de Nationale Postcode Loterij. Dus ik ga jullie eerst laten zien wat een waanzinnig bedrag wij hebben mogen ontvangen. Dus ik zou zeggen, let goed op, daar komt ie. Tot nu toe nog niet zoveel, maar kijk even naar dit onwaarschijnlijk waanzinnig mooie bedrag. Dus ik ben heel verheugd dat ik hem aan jou mag geven, Michiel, omdat het uiteindelijk gaat om jullie. En jij gaat er dan vast weer wel iets mee doen naar de mensen die er dan echt gebruik van gaan maken. Ja, dat denk ik wel. Het is natuurlijk een waanzinnig mooi bedrag. En zeker ook omdat de overheid eigenlijk niks doet als het gaat om donaties of steun voor onderzoek. Dat moet allemaal uit particuliere initiatieven komen. Dus dit is fantastisch. En dat ik graag even meteen doorgeven aan jou, Lena. Want jij mag er leuke dingen mee doen. Ja, nou geweldig. Een mooi bedrag. Maar het echte bedrag is nog niet genoemd. 900.000 euro. Nou, dat is iets wat we heel goed kunnen gebruiken. Tricals is een internationaal consortium met allemaal Europese experts. En ja, we hebben ontzettend veel ideeën. En wat er ontbreekt is het geld. Dus dat is een mooie, geweldige stimulans voor het onderzoek. Wat we willen doen is zo snel mogelijk een behandeling vinden voor ALS. En internationale samenwerking is daarvoor heel belangrijk. Dank jullie wel. Hartstikke mooi. Ja, en dankzij dit soort financiële steun van de Nationale Postcode Loterij kunnen wij een veelbelovend onderzoek als Tricals mogelijk maken. Maar er is nog veel meer steun nodig en er is geen tijd te verliezen in de strijd tegen ALS. Wil je meer weten over dit specifieke onderzoek? Ga naar tricals.org.